Welkom. Oké. Ik heb welkom namens de Community of Practice Beken en Rivieren en de STOA bij dit webinar over moerasbeken. Ik zal daar straks iets meer over vertellen. Ik heb een paar huishoudelijke mededelingen. U kunt een bijdrage leveren aan dit programma door mee te doen met de polls. Dat wijst zich vanzelf. Michelle die helpt ons daar straks doorheen. We hebben in tegenstelling tot andere de vorige webinars zitten we nu in een gewone Zoom-sessie. Dus gelieve zelf even te checken of dat het geluid uitstaat. En soms helpt het ook als de camera uitgezet wordt voor de verbinding. Als u vragen hebt, dadelijk, naar aanleiding van de presentatie van Ralf van Donschot, dan kunt u die in de chat kwijt. Als u in de loop van deze presentatie, of na afloop van de presentatie, daadwerkelijk ook mondeling iets wil inbrengen, dan kunt u gebruik maken van de raise hand. Functie en die zit onder participants. Dan kunt u kenbaar maken dat u iets mondeling wil inbrengen. Verder zal Bart Rezen de chat een beetje mee in de gaten houden om er vragen uit te filteren die gesteld kunnen worden aan Ralf van Donschot. En dan die kunt u dan ook mondeling in de uitzending brengen. Dat denk ik even voor wat betreft de huishoudelijke mededelingen. Mocht er daar vragen over zijn, dan kunt u die ook in de chat kwijt. Ik kijk even naar Michelle, om even te kijken wat voor vlees dat we in de kuip hebben. Heb jij de algemene pols klaarstaan? Ja, dat heeft ze. Hier kunt u de organisatie van uw keuze, kunt u hier uit... lichten. En dan moet je even naar beneden scrollen, want dan kun je pas op submit drukken. Het lijstje is langer dan het beeld. Dus even naar beneden scrollen en dan kunt u op submit drukken en dan komt hij door. Ik weet niet of Michelle eerst de tweede poll wil doen of anders eerst de eerste. In ieder geval een groot aantal waterschappen, hoogheemraadschappen en adviesbureaus. We hebben van alle organisaties, overheden, hebben we wel iemand in huis. Dus dat is mooi verdeeld. Dankjewel, Michelle. Mag ik de volgende poll? Wat is uw functie bij die organisatie? Dat kunnen er wederom verschillende zijn. En als je naar onderen scrolt, of als je het blad wat naar boven scrolt, dan kun je hem ook daar weer indienen via de submit-knop. Kijk. We hebben één bestuurder in de house. Een aantal beleidsmedewerkers, onderzoekers en een groot aantal adviseurs. Oké. Dankjewel. Stond er nog eentje klaar? Ja, de laatste denk ik. Hoe heeft u van dit webinar gehoord? Mocht u in de toekomst toe willen treden tot ons netwerk, hè? Dus dat u ook per mail een berichtje krijgt, dan kunt u via de website van de STOA kunt u zich opgeven voor nadere informatie. En dan krijgt u de aankondiging de volgende keer vanzelf. En anders moet u een beetje de website en een aantal sociale media in de gaten houden. Ik kom straks aan het eind terug op het volgende webinar. Oké, dankjewel, Michelle. Dan kunnen we over naar de hoofdschotel, hè, denk ik. Ja. Korte introductie. Vandaag is het webinar gericht op moerasbeken.
En naar ik begrijp ook mede in relatie tot doorstroommoerassen, maar dat hoor ik dan vanzelf. Ik weet nog wel, ik ben portefeuillehouder voor de verborgen raamvallei. Dat ligt tussen Graven en Mil en Kuik. En dat was een bekerstelproject. En op een gegeven moment zei de projectleider tegen mij van... We willen toch kijken of we er een doorstroommoeras van kunnen maken. Ik zeg, nou dan probeer daar maar iets andere term voor te verzinnen. Want om nou in een beekdal waar alleen maar agrariërs zitten... om met de term doorstroommoeras op de proppen te komen... dat vraagt nogal wat communicatie. Dus uiteindelijk hebben we hem omgedoopt tot herstelde beek, natuurlijke beek, moerasbeek. En zijn we aan de slag gegaan met dat project. Ik geef graag het woord aan... Ralf Verdonschot, om ons wat meer kennis en begrip bij te brengen over moerasbeken. Dankjewel, Ernest. Ik ga even mijn presentatie proberen te delen. Zien jullie mijn presentatie? Goed, dan, ja, Ralf is prima. Dan ga ik beginnen. De moerasbeken. Ja, wat we eigenlijk zien op de hoge zandgronden in Nederland is dat er enorm veel watergangen zijn waarvan het onduidelijk is van wat het nou is. Is het nou een sloot of is het een beek? Een wetering? Het is een beetje onduidelijk van wat dat eigenlijk voor systemen zijn. En dat maakt het moeilijk als je daar doelen op wil zetten. Van ja, wat voor doelen moet je daar nou nastreven? Nou, hoe komt het nou dat het er zo uitziet? Dat kan je heel mooi zien op dit plaatje van Riens Hofstra van de Drentse A. Waarbij je in oranje ziet wat de gronden zijn die bij de beekdalen hoorden in het verleden. En in blauw de watergangen die er op dit moment zijn. Wat je eigenlijk ziet is dat er heel veel stukken zijn, zoals je aan de onderkant van het plaatje kan zien, waar vroeger iets lag, maar nu niet meer. En op andere plekken zie je dat er nou juist heel erg veel watergangen bijgekomen zijn op plekken waar geen water was. We gaan nu inzoomen op dat oranje systeem van wat daar nou in het verleden was. Als we dan in Polen gaan kijken, dan zie je daar in intacte beekdalen nog systemen liggen die wij vroeger ook in Nederland hadden. En als je dan naar de bovenloop gaat kijken, dan zag je dat daar doorstroommoerassen gelegen hebben. Ik heb hier twee plaatjes uit Polen op de slide gezet. Aan de linkerkant zie je een kleine zevenmoeras, een open doorstroommoeras. Aan de rechterkant zie je meer een broedbosachtige setting, waar ook een doorstroommoeras in ligt. Wat is dat nou, zo'n doorstroommoeras? Nou, dat is eigenlijk een systeem waar heel geleidelijk water doorheen getransporteerd wordt, waar je op heel veel plekken eigenlijk geen duidelijke loop kan herkennen. Eigenlijk alleen op de plekken waar er in de verhanglijn een groter verval zit, daar zie je echt een duidelijk loopje lopen, maar op andere plekken zie je eigenlijk alleen maar een diffuus systeem met allerlei slenken erin, de moerasvegetatie, waar dan het water langzaam zeker zich naar beneden stroomt verplaatst. Wat je ook ziet is dat het eigenlijk hele stabiele systemen zijn, waarbij het waterpeil eigenlijk min of meer gelijk is gedurende het hele jaar. Als je dan verder naar beneden strooms gaat, dan kom je in de moerasbeeksystemen. Dus hier weer een plaatje uit Polen, waarbij je een hele mooie overgang ziet van water via een moerassysteem naar een overstromingsvlakte. Dat waren de systemen die dus in de midden en beneden lopen aantrof. En de truc daar is dat je daar dus wel een duidelijke loop ziet, omdat de afvoer dusdanig is dat hij eigenlijk zijn eigen loop open kan houden. Zo schematisch ziet dat er een beetje zo uit. Dan zie je dus een bovenloop met zijn doorstroommoeras en een midden-benedenloop met die moerasbeeksystemen erin. En die moerasbeken die hebben een heel duidelijke zonering in drie zones. Je ziet dus een open loop die opengehouden wordt door de afvoer van het water, waar alleen maar watervegetatie in voorkomt.
Dan heb je een zone iets hoger, die iets hoger ligt, waarbij je een beekbegeleidend moeras hebt. En dat moeras is eigenlijk permanent nat. En dan heb je tenslotte een overstromingszone die alleen met hogere afvoeren nat is. Dus dat is vaak in het vroege voorjaar, tot in het late voorjaar en in de winter, waarbij dat onder water staat. En in de zomer en het najaar staat dat droog. Wat heel belangrijk is in die moerasbeek is dat je heel duidelijke hydrologische connectiviteit hebt tussen die verschillende zones in het systeem. De beek zelf die wordt gevoed vanuit grondwater en oppervlaktewater. Tegelijkertijd heb je ook continue wateruitwisseling tussen die moeraszone en de eigenlijke loop. Belangrijk is voor bijvoorbeeld vissen die dan makkelijk heen en weer kunnen gaan tussen die twee zones. En je hebt die periodieke inundaties van de overstromingszone. Zoals je op het rechterkant dat ik hierboven ziet. Dat je in een wintersituatie dus een heel erg groot oppervlak onder water hebt staan. En de truc van deze systemen is eigenlijk, vooral voor de ecologie, dat er eigenlijk op alle plekken geleidelijke overgangen voorkomen tussen water en land. En het zijn juist die gradiënten die je dan tegenkomt, van hoog, droog, stabiel naar laag en ook dynamisch, die ervoor zorgen dat je een enorme variatie krijgt in milieuomstandigheden in die systemen. En dan komt erbij dat de overstroming die optreedt voor die dynamiek zorgt in die systemen. Waardoor je eigenlijk een situatie krijgt waarbij er een mozaïek ontstaat van allerlei successiestadia in zo'n systeem. Wat verder ook nog belangrijk is, is dat die systemen relatief productief zijn. Zeker de moerasbeken. De doorstroommoerassen zijn dat minder, die zijn redelijk voedselarm. Maar als je in de moerasbeek komt, dan zie je dat die toch veel productiever zijn. Waarbij in natuurlijke systemen ze meestal troof zijn. Wat nog verder bijdraagt aan het ontstaan van allerlei verschillende milieus. En tenslotte zie je dat er een hele sterke connectiviteit is in deze systemen. Dus zowel connectiviteit van boven naar beneden stroom, als connectiviteit zeg maar in de gradiënt van water naar land. En dat draagt weer bij aan het makkelijker verspreiden van bepaalde soorten. Wat je dan krijgt is een enorme biodiversiteit in zo'n systeem. Want wat je ziet als je bijvoorbeeld naar de fauna kijkt, dan zie je dat heel veel soorten dat mozaïek nodig hebben in het systeem. Waarbij je ze gedurende de verschillende fases in hun levenscyclus die verschillende habitats in het mozaïek nodig hebben. Dus als ze ei zijn, zitten ze op een andere plek dan dat ze volwassen dieren zijn. En zo op het moment dat je dat dus op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar hebt, zie je dat heel erg veel soorten een plekje kunnen vinden in dat soort systemen. Wat ervoor zorgt dat die moerasbeken en doorstroommoerassen hele rijke systemen zijn qua biodiversiteit. Nou, dan gaan we terug naar de Nederlandse situatie. En daar is de grote vraag van, kunnen we nou terug naar dit soort doorstroommoerassen of moerasbeeksituaties? En wat zouden we daarvoor moeten doen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, als je hiermee gaat beginnen is één ding heel erg belangrijk en dat is ruimte voor de beek. Eigenlijk is dat een cruciaal element wanneer je gaat beginnen met het herstel van dit soort systemen. Want wat je nodig hebt is meer dan een beek alleen. Dus meer dan die genormaliseerde watergang die er nu vaak ligt op die plekken waar relatief weinig verhang in het landschap is. Dus je hebt meer nodig. Je hebt echt die beekdalzone rondom de beek nodig om dit te kunnen realiseren. Verder zijn er twee belangrijke knelpunten die op dit moment op veel plekken spelen. En dat is ten eerste dat de meeste van deze systemen op dit moment relatief voedselrijk zijn. En waarbij er zowel vanuit de bovenstrooms als vanuit de inzijgebieden, dus via het grondwater, relatief voedselrijk water in die systemen komt. Wat een hele mooie ontwikkeling van moerasbeken en doorstroommoerassen in de weg zit. Want op het moment dat je in die situatie zit, krijg je dus heel snel enorme verruiging. Waardoor je eigenlijk grote monoculturen gaat krijgen van liesgras of riet bijvoorbeeld. Terwijl je eigenlijk
naar die hele biodiverse systeem toe wil. Daar staan die hoge nutriëntengehalte, staan die ontwikkeling in de weg. Wat verder ook heel erg belangrijk is, is dat de hydrologie verstoord is op de meeste plekken. Waardoor je situaties krijgt waarbij je bijvoorbeeld in de zomer een te lage of geen afvoer hebt. Waardoor of je moerasbeek droog valt of dat er zo weinig afvoer is, is dat de geul zelf niet meer opengehouden wordt door de stroming van het water. Waardoor eigenlijk je hele systeem verlamt. Soms is dat proces overigens niet heel erg vreemd, want er zijn ook op veel beken op plekken gelegd waar van oorsprong eigenlijk helemaal geen beken aanwezig waren. En in dat geval is verlanding dus eigenlijk een logisch gevolg van die situatie. Maar op andere plekken kan juist die verstoorde hydrologie ervoor zorgen dat je eigenlijk te weinig water hebt om je beek mooi open. Wat die eutrofiering en die verstoorde hydrologie met elkaar gemeen hebben, is dat allebei die problemen eigenlijk spelen op een veel groter schaalniveau dan een traject waar je een herstelproject wil uitvoeren. Je ziet dus dat dit dingen zijn die spelen op een groter schaalniveau, op het niveau van het afwateringsgebied of van het stroomgebied. En wil je met moerasbeken en doorstroommoerassen beginnen, dan is het heel erg belangrijk om deze problemen brongericht aan te pakken. Dus wat je dus nodig hebt is ruimte en je moet deze problemen op grotere schaal aanpakken. En die combinatie spreidt eigenlijk het bedje om zo'n doorstroommoeras of moerasbeek te gaan ontwikkelen. Er zijn wat voorbeelden van in het land. Het eerste waarmee ik begin is een doorstroommoeras voorbeeld. En daarvoor kijken we naar het Amerdiep. Het herstel van het Amerdiep in het Holmers-Halkenbroek. En wat daar gedaan is in deze zijtak van het Amerdiep-systeem, is dat een gedeelte van dit bovenloopje is afgegraven. En vervolgens zijn ook alle drainerende watergangen uit het gebied weggehaald. Dus eigenlijk zag het eruit zoals het plaatje wat je hier links ziet. Dus eigenlijk een genormaliseerde watergang. En vervolgens zijn deze ingrepen gedaan en ziet het er zo uit. Hier vanuit de uitkijktoren die in het gebied staat, kan je er mooi bovenop kijken. En dan zie je eigenlijk op de achtergrond, daar waar het plasje ook ligt, zie je het doorstroommoeras van de Holmer liggen. En hier in de inzet zie je hoe dat eruit ziet. Dus eigenlijk ga je dan weer terug naar zo'n systeem waarbij je dus eigenlijk een soort diffuse loop hebt in een matig voedselrijk moerassysteem. Met alle flora en fauna die erbij hoort. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. Wat je wel ziet, is dat zo'n systeem een best grote oppervlakte heeft. Een ander project, meer beneden strooms, was het aanleggen van een moerasbeek in de Geesterstroom. Wat daar is gedaan, is dat wederom alle bestaande watergangen in de beekdal zijn gedempt. Maar wat daar ook is gedaan, is dat er eigenlijk een nieuwe ondiepe loop gegraven is in dat systeem. Dat zie je in het plaatje rechtsboven. Dan zie je eigenlijk dat er eigenlijk een aanzet is gemaakt in het beekdal van waar die beek zou moeten gaan lopen. En dat ontwikkelde zich vervolgens zoals je op de foto hier ziet. In dat systeem zie je dus wel duidelijk een loop. Met daarnaast zie je een hele moerassige zone. En iets hoger op de flank zie je een stuk die onder water kan staan bij hogere waterstanden. Dus daar krijg je dus al echt zo'n moerasbeek setting. Wat hier wel speelt, wat je ook aan de vegetatie een beetje ziet, is dat het relatief voedselrijk is. Waardoor je qua de ontwikkeling van bijvoorbeeld plantgemeenschappen nog niet heel erg veel bijzondere dingen ziet. Maar als je bijvoorbeeld hier naar de fauna gaat kijken, zeker de fauna die leeft op de oevers van deze beek, zie je dat daar ook al wel, bijvoorbeeld als je kijkt naar loopkevers, al allerlei bijzondere soorten die echt horen bij die moerasbeken terug beginnen te keren. Dus dat biedt perspectief voor de toekomst. Een hele andere benadering is degene die gevolgd is in de Leuvense Beek in 2014 en recentelijk in het Anlauer Diepje. En dat is meer de Building with Nature aanpak, waarbij er niet gegraven werd en gedempt, maar dat juist de beek omhoog is gebracht. In deze systeem is dat gedaan door zand te suppleren.
waardoor de beekbodem omhoog is gebracht, waardoor de beek weer in een klein bakje lag en de kans kreeg om weer te inunderen in het beekdal. Foto op de achtergrond zie je een stukje moerasbeek in de Leuvenumse Beek. Het is in een laagte waar de beekbodem ongeveer 30 centimeter omhoog is gekomen en waar vervolgens de beek is gaan inunderen. Wat je ook daar ziet is dat je eigenlijk nog maar een klein loopje overgehouden hebt, maar het omheen een enorme moeraszone met in dit geval heel erg veel watermunt. Een andere variant van, waarbij de moerasbeken gevormd aan het worden zijn op dit moment is als gevolg van activiteit van bevers. Daar hoeven we eigenlijk helemaal niks voor te doen. Ja, behalve die bever in het verleden natuurlijk. Maar de bevers dragen ook heel erg bij aan het ontstaan van moerasbeektrajecten. Op het plaatje is een beverdam te zien van de Oostrumse Beek in Limburg. En een Elsbroekbos wat bovenstrooms van die beverdam ligt. Wat onder water is komen te staan door die beverdam. En wat je daar ook ziet, is dat je daar dus ook moerasbeekontwikkelingen krijgt. Dus bevers kunnen tenslotte ook bijdragen aan het ontstaan van moerasbeken. Voor doorstroommoerassen is dat een ander verhaal natuurlijk, omdat die in de koppen van het systeem liggen en veel minder water bevatten. Dus bevers zijn dan meer gekoppeld aan moerasbeken en niet aan doorstroommoerassen. Nou, wil je dat nou inkaderen, zeg maar, dat herstel van die doorstroommoerassen en moerasbeken, dan zijn er wel een aantal haakjes op dit moment die je kan gebruiken om dat project te gaan doen. De eerste is klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Want wat doen die moerasbeken en doorstroommoerassen nou heel erg goed? En dat is het bergen en vertraagd afvoeren van water. Op het moment dat je die moerassystemen krijgt, dan zie je dat afvoerpieken die optreden in die systemen gedempt worden. En tegelijkertijd dat die systemen, vooral doorstroommoerassen, heel erg goed naleveren onder droge omstandigheden. Eigenlijk werken die systemen als een spons, waar water in wordt opgeslagen en langzaam wordt afgegeven. Wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat op het moment dat er bosontwikkeling plaats gaat vinden in die systemen, dan zie je dat je dus eigenlijk heel erg het bosareaal in beekdalen gaat uitbreiden. Als je dat nou koppelt aan bijvoorbeeld de bosstrategie, ook in relatie met klimaatverandering, met het vasthouden of vergroten van de koolstofvoorraad, dan zou dat een optie kunnen zijn. Tegelijkertijd geldt dat ook voor doorstroommoerassen waar veenvorming in gaat plaatsvinden. Maar dat is toch een verhaal voor de veel langere termijn. Je kan daar een aanzet voor geven, maar de veenvorming zelf, dat duurt verschrikkelijk lang. Dus dat is iets wat op de hele erg lange termijn speelt. Maar ook die veenvorming legt natuurlijk enorm veel koolstof vast. Nou, biodiversiteit had ik al eerder genoemd. Juist dat biodiversiteitsherstel kan je een heel erg goede aanzet geven op het moment dat je door het moeras en moerasbeek gaat ontwikkelen. Juist omdat die enorm hoge soortenrijkdom hebben. Wat daarbij wel een hele belangrijke randvoorwaarde is, is een goede waterkwaliteit. Als je bijvoorbeeld naar de kaderrichtlijn water gaat kijken, er zijn juist twee nieuwe KRW-typen voor doorstroommoeras en moerasbeken toegevoegd aan het bestaande R-type voor de beken. Maar wat je ziet is dat de meeste indicatoren die daar bij die systemen horen, wel een relatief goede waterkwaliteit vragen. Dus die vragen die voedselarme of matig voedselrijke systemen om goed tot ontwikkeling te kunnen komen. Nou, een derde belangrijk haakje is denk ik de landbouwtransitie. Zo'n moerasbeek biedt namelijk kansen voor natte landbouw. Je kan lang natuurlijk niet overal van die enorme natuurgebieden creëren zoals ik liet zien als voorbeelden. Er zijn ook heel veel plekken waarbij je eigenlijk veel minder ruimte hebt om dat soort dingen te doen. Maar waar je zou kunnen gaan naar een soort hybride vorm tussen landbouw en natuur. Een van de opties daarbij zou bijvoorbeeld paludicultuur, het verbouwen van bijvoorbeeld lisdobbers, of in de doorstroomrassen misschien wel het verbouwen van veenbos zijn. Op die manier kan je een soort koppeling leggen tussen landbouw en natuur en toch die moerasbeeksystemen ontwikkelen die
toch bij kunnen dragen aan de doelen die ik hiervoor noemde. Nou, tot slot. De conclusie van dit geheel is dat eigenlijk de doorstroomrassen en moerasbeken een essentiële schakel zijn in het systeemherstel van laaglandbeken in de gebieden waar relatief weinig verhang is. En ja, dat kan je dus, dat geldt dus wel vanuit vanuit het hydrologisch oogpunt, maar ook vanuit het ecologisch oogpunt. Nou, als je nog veel meer wil weten over deze onderwerpen, zijn er eigenlijk twee belangrijke bronnen waarin je meer informatie kan vinden. Eerst is het rapport, OBN-rapport Integraal Natuurherstel in Beekdalen, waarbij eigenlijk deze hele filosofie verder toegelicht wordt. Een ander is een rapportage van een aantal jaar geleden. Die gaat over doorstroommoerassen en moerasbeken en wat voor systemen dat eigenlijk zijn. En daar staat een aanzet tot ontwikkeling van de maatlat voor de verschillende biologische kwaliteitselementen in, die later opgenomen is in de KRW-typologie. Daar staat relatief veel achtergrondinformatie in. Goed, als aanzet van de discussie wil ik graag nog een aantal polvragen met jullie doen. Om een beetje, een beetje een beeld te schetsen van welke kant we de discussie op willen hebben. Oké, hier komt de eerste polvraag.